Ja, het was eigenlijk heel de wedstrijd heel tactisch. Het viel heel veel stil, ook omdat er zoveel wind stond. En ik denk dat we al redelijk snel bij iedereen het gevoel was dat er niet echt een heel groot verschil kon gemaakt worden. Dus we moesten proberen om eerste te zitten op de laatste trap. En ja, ik heb een beetje van moeten wringen in die kombochtjes, maar uiteindelijk is het me toch gelukt. Dus, ja, het was voor mij niet echt een sprint. Ik wist ook niet dat Sophie zo kort zat. Maar ik denk dat het gewoon was degene dat nog het meeste overschot had de laatste halve ronde. Ik ben blij dat het nog net genoeg was dat ik had. Ik hoorde natuurlijk het volk wel roepen, maar inderdaad, ze kwam redelijk rap natuurlijk. Ze kwam ook van het wiel, dus dan komt het meestal iets sneller als je dat op kop rijdt. Maar de meet lag juist op tijd. Twijfelde je nog aan die overwinning of was je er zeker van dat ze ondanks die eindsprint toch maar tweede zou zijn? Nee, ik twijfelde wel een beetje, want uiteindelijk als ik wist dat ze zo kort was, had ik ook een jump gedaan. En dan was ik nog een stuk zekerder geweest, maar ik wist niet dat ze zo kort zat. Ik had denk ik net een paar meter nog meer nodig. Ik wist wel dat als ik volle bak zou sprinten dat het heel nipt zou worden, maar ja, het was net te kort.